Welkom bij Jeroen en Saar gaan naar Noord-Noorwegen. Naar de Lingenalpen. Kwartetten. Een kwartet. Mag ik uit de categorie heenreis met de ticket van Kopenhagen naar Lund? Ja. Wij zijn nu in Stockholm Centraal. We zitten in de nachttrein naar Narvik. We zijn maar op de polscirkels, hè? Ja! Kijk eens. Saartje is lekker aan het relaxen. Kijk naar de bergen. En ze kijkt naar de bergen. Het zijn eindelijk bergen. Ja. En buiten ziet het er inmiddels zo uit. Dit is onze inloop, toch? We zitten op 600 meter hoogte. Het is de eerste wandeldag bij Narvik. De inloopdag. We zijn buitjes onderweg. En het doel van vandaag is dit. Dit is het. De Rombakstutta. De stoere vrouw van Narvik. Daar gaat Saartje. Op weg naar het meer. Nou, kijk eens, wat prachtig. We zitten op wat is het? Ik denk 900 meter 900. Hoogte op de iets hoger misschien. Flanken van de Rombakstut. Dit is de topzaag. Yes! We hebben het gehaald. Rombakstutta. De stoere vrouw. Wat een enorme rotsmassa's hebben we gezien. En wat een uitzicht. Kijk nou eens eventjes. Daar zijn wij over aangekomen. De zaag klimt af. Spannend moment. Waarom hebben we een spannend moment? Tadaa! Jeroen rijdt in Lapland. Wauw. Voor het eerst. We staan hier te kamperen op de camping. Randje Lingenalpen. Kijk nou eens, wat heerlijk. Woehoe. Fantastisch. Nou. Janice in de Lingenalpen. Beter wordt het niet. Dan moet je kijken wat een fantastisch uitzicht over de Lingenfjord. Nou, dit is echt waanzinnig mooi en het is nu al herfst. Dan komt Jeroen aan. De eerste hut. De Sierhutte. Sierhutte. En wat is je eerste indruk? Beautiful. Eerst is hier dan de hut, of eigenlijk het soort van postzegeltje, want dit is hem. Een lekker soepje. En daar staat een lekker soepje op mij te wachten, want Saartje heeft een lekker soepje gemaakt. Dus daar gaan we maar eens even van genieten. Heerlijk. Nou. Het is heel lekker. Onwijs mistig hebben we het gehad en er zou hier een pad moeten zijn, maar dat is er natuurlijk niet, want dit is Lingen. Dus we lopen volledig kaart en kompas. Maar we zijn nu net getrakteerd op dit prachtige uitzicht. Waar de wolken omhoog stijgen uit de fjord. En wij gaan dan weer deze kant op. Na een dag wandelen, een mooie dag wandelen, zijn we aangekomen op deze schitterende plek met een mooi gletsjermeer. En daarboven helemaal, daar zit de gletsjer. En we zien hier een waterval op binnenkomen. En zo direct gaan we onze tent opzetten en wij zitten hier nu heerlijk in de avondzon. Eén grote stenenmassa
We lopen er 500 meter ongeveer doorheen en om ons heen allemaal prachtige bergen. Ja. Het is hier mooi. Ja? Ja, en de weersvoorspelling is goed. Wat je hier ziet is het uitzicht vanaf de Jekervashütte. Kijk maar, want ik sta binnen. Ja, zullen we een rondleiding op de hut doen? Waar zijn we nu? Dit is de keuken. Dit is een heel belangrijk onderdeel. De kachel. Dit is de woonkamer. Dit is de emmer voor het schone drinkwater. Dat haal je buiten daar. Buiten. Oh, daar hebben we vannacht al heel lekker geslapen. En hier buiten is het wc-huisje. Kijk, dat is het dal waar we in gaan lopen. En we komen vanaf daar. En het is echt een prachtige vlakte. Hier loopt weer een mooie waterval. Kijk, hier staat Jeroen. Heb je er zin in? Heel erg veel. Ja? Ja. Oké dan. Ja. Ik ben benieuwd. Hij gaat op zijn crocs. Ja, op zijn crocs. Crocs aan, broek uit. Oh, diep! Ja. Oei. Nou. Het is hier heel donker. Het komt niet alleen omdat het ochtend is, maar ook dat is de binnenkant van de slaapzak. En dit is de buitenkant. En daar zit Saar. Een ontbijt voor mij om elkaar te scheffen. Een dinosaurus ontbijt. En het is het dinosaurus ontbijt vandaag. Dat is leuk. Even kijken, hoe ziet dat eruit? Oh. Kijk, daar staan ze. Daar staan ze in voorbereiding. Dan gaan we zo direct lekker eten. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Kijk, we lopen nu langs een meertje. Echt een prachtige dag. Het is wel een beetje bewolkt. We lopen nu langs het meer en we zijn net over de pas gekomen. Nadat we een heel mooi dal hebben doorgestoken. We gaan nu weer terug naar een ander heel groot dal. Best nog lastig hoor, zo'n blokkenveld. De eerste lukt al. Ja? Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Het is een grote verrassing. Ja. Maar we gaan pannenkoeken heten in de Seidi-hut. Kijk, we zijn nu begonnen aan de laatste wandeling in de Linge Alpen. En dit is het toppunt. Strak blauwe lucht. En we lopen naar de gletsjer toe. Kijk, daar ligt hij. De grote Jekervári. Prachtige bergen. Enorme rivierdal hier. Gletsjers, ijskappen. Het is echt een aanzichtkaartje. En het weer, dat wil ook meewerken. We zijn naar de voet van de Sitbreen gelopen. En een breen betekent gletsjer. Daar ligt hij. Dit is hem. We zijn er bijna. Daar is het zaadje.
Die is daar. Nou, nog een klein stukje. Wacht, vuurmeester, hè? Zien we hier? Druk bezig om het vuur hoog te houden. Kijk eens, daar zitten we dan. Op de vlakte voor de gletsjer. Daar staat de tent. En de hennen alleen. Het is een graadje of 8. Dat is een gletsjersberg. Dat is hier fantastisch. We hebben het heerlijk warm met het lekkere vuurtje. We gaan vertrekken van Lyngen met de boot. Heel toepasselijk in Noorwegen. En daar komt hij. En er is mij net een lekker taartje door de neus geboord door Saar. Want die wilde echt op tijd bij de ferry zijn. Om hem vooral niet te missen en niet de kans te lopen dat hij vol is. En hier staan we dan. Ja, of die vol komt, dat is natuurlijk de vraag. We zullen het zien of de rest van Noorwegen ook nog komt. En wij gaan op weg naar de Noordkaap. We kijken terug naar de Lyngen Open. Dat zijn ze. Daar zijn we geweest, daar wekenlang prachtige wandelingen gemaakt. Gekampeerd, wild gekampeerd, in hutten geslapen. Fantastisch. Prachtig gebied.